Ik ga op reis en ik neem mee. Misschien ken je dat spelletje wel. En elke volgende die aan de beurt is, moet iets nieuws bedenken, zodat de lijst die je moet onthouden steeds langer wordt. En als jij aan de beurt bent en je moet weer iets nieuws noemen, o wee als je iets vergeet wat al genoemd is, dan ben je af. Wie in deze vakantietijd op reis gaat, vraagt zich ook af, wat nemen we mee? En wie niet meer op vakantie gaat, die herinnert het zich nog wel. Wat moest er allemaal mee als we op vakantie gingen? De een neemt meer mee dan de ander. Wie niet geeft om een simpele vakantie, heeft weinig spullen nodig. En een ander die wat meer luxe wil, neemt meer mee. We konden daar in de laatste drie luiken iets over lezen. Wie gaat emigreren? Wie in een ander land gaat wonen, zal zich ook afvragen, wat nemen wij mee? Wat kan er mee op die grote reis? Wat kunnen wij echt niet missen als we daar een nieuw bestaan gaan opbouwen? Ook het volk Israël, zou je kunnen zeggen, gaat emigreren. Voorgoed vertrekken uit Egypte. Het was er klein begonnen, als een familie van maar 70 mensen toen ze in Egypte aankwamen. Maar nu, 430 jaar later, is het een heel volk geworden. Van wel enkele honderdduizenden mensen. En ze gaan op reis naar Kanaan. Terug naar het land waar ze eigenlijk vandaan kwamen. De Heer gaat hen verlossen uit het slavenhuis van Egypte. Wat namen zij nu mee op die lange reis, die ook nog eens veel langer zou worden en langer zou duren dan ze ooit vermoed hebben? Ik lees in Exodus 12 maar van enkele dingen die ze meenamen. Ongezuurd brooddeeg. Hun vertrek was zo overhaast dat er geen tijd was om het deeg te laten rijzen. Ook baktroggen namen ze mee, zoals wij bakvormen kennen, om het brood in te bakken. Verder zilver en goud en kleren. God zelf had hen opdracht gegeven om dat te eisen van de Egyptenaars. En hij zorgde er ook voor dat ze dat werkelijk meekregen. Ook namen ze hun kleinvee mee, de schapen en de geiten, hun runderen, de koeien. Zeer veel vee, staat er. Ze waren tenslotte een herdersvolk. En tenslotte was er nog iets heel bijzonders dat ze meenamen. Dat lazen wij in onze tekst voor vanavond. En Mozes nam de beenderen van Mozes met zich, van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Het is wel heel opmerkelijk dat ze de beenderen van Jozef, zijn gestorven lichaam, meenamen. Je vraagt je af, wat zit daarachter? Wat had dat voor Israël te zeggen? En heeft het ook voor ons nog betekenis? Daar wil ik vanavond in de verkondiging op ingaan. Ik schreef erboven de beenderen van Jozef. Ik heb drie aandachtspunten. Eerst de opdracht van Jozef. Dan het teken voor Israël. En tenslotte het teken voor ons. Dus de beenderen van Jozef,
de opdracht van Jozef, het teken voor Israël en het teken voor ons. Vers 19 beschrijft zomaar met één kort zinnetje dat Mozes de beenderen van Jozef met zich meenam. Laten we aannemen dat niet Mozes dat persoonlijk deed, maar dat hij opdracht gaf aan enkele mannen, ik denk een wisselende groep, om het gestorven lichaam van Jozef mee te dragen naar Kanaan. Als je probeert tot je door te laten dringen wat dat is geweest, is het haast onvoorstelbaar. Vanaf hun vertrek uit Egypte, totdat het land Kanaan was verdeeld onder de stammen van Israël, hebben ze ruim 40 jaar lang, elke dag dat ze onderweg waren, die beenderen meegedragen. Dan na 40 jaar worden ze begraven in Sichem, op het stuk land dat Jacob daar ooit had gekocht en dat het erfbezit was geworden van de zonen van Jozef. We lazen in de laatste versen van het boek Genesis dat Jozefs gestorven lichaam werd gebalsemd en in een kist werd gelegd in Egypte. Dat was toen ze op reis gingen, al heel lang geleden. Ik heb geprobeerd het uit te rekenen. Het moet ongeveer 360 jaar na Jozefs dood geweest zijn dat het volk uit Egypte vertrok en de kist met het lichaam van Jozef meenam. Waarom moesten ze nu eigenlijk die beenderen van Jozef meenemen? Waarom wilde Jozef dat? En gaf hij die uitdrukkelijke opdracht? Wilde hij dat het volk daardoor tijdens de reis voortdurend zou worden herinnerd aan hem, die zoveel voor dit volk had betekend, die nota bene door Farao onderkoning was gemaakt in Egypte? En moesten ze dan wellicht in Kanaan een piramide voor hem oprichten? Je weet wel dat ze dat in Egypte deden. Zo'n enorm bouwwerk boven het graf van een farao of een andere hooggeplaatste persoon, zodat ze die nooit zouden vergeten. Op zich is dat geen rare gedachte. Het is toch begrijpelijk als mensen die veel betekend hebben voor een volk in herinnering gehouden worden. Er wordt een afbeelding, een schilderij van ze gemaakt of een standbeeld opgericht. En doen we dat in het persoonlijke leven eigenlijk ook niet? Als iemand die veel voor je betekende gestorven is, dan zet je toch een foto van hem of haar in je kamer. Of je draagt iets bij je wat je altijd herinnert aan die persoon. Als een teken van blijvende verbondenheid, die zelfs niet eindigt met de dood. Is dat het bij Jozef? Misschien voor een deel wel, al geldt dat beslist niet voor het oprichten van een piramide. Dat begrijp je wel. Maar wel voor het meedragen van zijn gebalsemde lichaam in die kist tijdens de reis naar Kanaan. Als een herinnering aan hem die God ertoe bestemd had om een groot volk in het leven te houden. Ik kom daar straks nog op terug. Maar er zit meer achter deze opdracht. Dit is zeker niet Jozefs diepste drijfveer. Daarvoor moeten we luisteren naar wat hij er zelf van gezegd heeft. Tegen zijn broeders, we lezen dat in Genesis 50. Hij geeft hen de opdracht, of hun nakomelingen, dat ze zijn beenderen zullen meenemen. Waarheen? Naar het land dat de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te zullen geven.
Aan alle drie die aartsvaders had God beloofd dat hij dat land, dat is Kanaan, aan hun nageslacht zou geven tot een eeuwig bezit. En stellig vertrouwde Jozef erop dat God eens dit volk uit Egypte zou wegleiden, zou terugbrengen in Kanaan. Al kon dat best nog lang duren. Tot twee keer toe lezen we dat hij zegt als hij afscheid neemt en gaat sterven: God zal zeker naar jullie omzien. Hij zegt niet letterlijk dat hij voorziet dat er een zware periode van slavernij zal aanbreken voor het volk. Maar in die woorden: God zal zeker omzien, of zoals er letterlijk staat, bezoekende bezoeken, daar zit iets in van een bijzonder ingrijpen van God in hun volksbestaan. En het gaat er Jozef om dat ze als volk in Egypte niet thuis zijn. Ze zijn daar gekomen om er als vreemdeling te verkeren, om in de hongersnood in leven te blijven, maar niet om er altijd te wonen. Feitelijk is Jozefs opdracht helemaal in dezelfde lijn die we zien bij zijn vader Jacob. Ook die had kort voordat hij stierf Jozef een eed laten zweren dat hij niet in Egypte begraven mocht worden, maar bij zijn vaderen in Kanaan. Niet in Egypte ligt de toekomst van dit volk, maar in Kanaan, het beloofde land van God. Aan hun verblijf in Egypte zal eenmaal een einde komen. En die opdracht van Jacob destijds en van Jozef, nu hij afscheid neemt, is een getuigenis. Noem het een geloofsgetuigenis. Dat lezen we ook in Hebreeën 11, waarvan verschillende Bijbelse personen wordt beschreven hoe vast zij geloofden dat God zijn beloften zou vervullen. Er staat van hen dat zij allen in het geloof zijn gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Een van die gelovigen was Jozef. En wat lezen we nu in Hebreeën 11 van hem? Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij hen de opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. In ons tekstvers van vanavond blijkt dat Mozes en het volk die opdracht van Jozef trouw hebben vervuld. Wat hun voorouders lang geleden met een eed gezworen hadden, dat komen ze nu na. En deze kist met het gebeente van Jozef is tijdens de hele reis van het volk Israël door de woestijn als een teken in hun midden. En daarmee komen we bij onze tweede gedachte: het teken voor Israël. Deze kist met het gebeente van Jozef, die ze meedroegen op die reis, werd een geloofsteken, een symbool, een verwijzing naar Gods belofte. De belofte die hij deed vanwege zijn verbond met hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Welke belofte? Ik zei het al: om hen het land Kanaan te geven tot een eeuwig bezit.
En zo heeft Jacob op zijn sterfbed tegen Jozef gezegd: God de Almachtige is mij verschenen in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dat land aan uw nageslacht als een eeuwig bezit geven. Je kunt dus zeggen, wat zij meedroegen op hun reis was een teken van Jozefs geloof, maar nog veel meer een teken van Gods trouw. Als ze naar die kist keken, dan wisten ze, de Heere is nu bezig zijn belofte te vervullen. Nu gaat hij ons brengen naar dat beloofde land. Want hij houdt getrouw zijn woord. Met die belofte verbond hij zich aan onze vaderen. Dus is het feitelijk een verbondsteken. Je zou bijna zeggen, al bij voorbaat, een ark van het verbond. De echte gouden ark van het verbond, dat belangrijkste voorwerp in de tabernakel, dat zou pas later gemaakt worden bij de berg Sinaï. Maar al van meet af aan, vanaf de dag dat zij op reis gingen vanuit Egypte, hadden ze dus een soort ark in hun midden. Zichtbaar. Misschien denkt u of denk jij, mag je nu deze kist met de beenderen van Jozef wel vergelijken met die ark, die gouden ark? Gaat dat niet te ver? De ark in de tabernakel is toch geen doodskist? Dat is zo. Maar het is wel heel opmerkelijk dat voor het woord kist hier precies hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt wordt als voor de ark die later in de tabernakel zou staan. En dat woord komt verder in de boeken van Mozes niet meer voor. Ook niet bijvoorbeeld voor de ark van Noach. Of voor het biezenkistje waar Mozes in gelegd werd aan de oever van de Nijl. Dat is een ander Hebreeuws woord. En daarom is deze vergelijking met de ark van het verbond in de tabernakel goed mogelijk. De echte gouden ark, die zouden zij als volk nooit echt kunnen zien. Zelfs de hoge priester zou die als enige maar één keer in het jaar mogen zien op de grote verzoendag. En dan nog gehuld in een wolk van reukwerk. Alleen als ze op reis waren, zou een bepaalde groep van levieten die gouden ark wel dragen, maar wel afgedekt. Met het voorhangsel en daarover nog twee kleden. Maar deze ark, met de beenderen van Jozef, die zou hen steeds doen denken aan hun getrouwe Heere, de God van het verbond. Die doet wat hij belooft. We zongen het aan het begin van de dienst. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Ja, hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Tegelijk bleef deze ark tijdens de hele reis een herinnering aan Jozef, die God gebruikt had om een groot volk in het leven te houden. Ik zou daar nog op terugkomen, toch? Het is goed om zulke mensen die God op een bijzondere wijze gebruikt heeft, te gedenken. Tenminste, als dat gedenken niet uitloopt op mensverheerlijking, maar op de verheerlijking van de Heere, de Almachtige God, om hem erin te eren.
die soms kleine, onbetekenende mensjes gebruikt om zijn plannen uit te voeren. Een voorbeeld. Vorig jaar, oktober, was het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen tegen de dwalingen van de Roomse kerk publiceerde. De Reformatie. En jarenlang was men al bezig om de herdenking en de viering daarvan voor te bereiden. En ik vroeg mij wel eens af of niet vooral de persoon van Luther centraal kwam te staan. Om zijn moed of om zijn heldere inzicht. Het ging toch in de eerste plaats om de God van Luther. Wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. En waar hij Luther onder anderen voor heeft gebruikt. Zo het werk van de Heere gedenken, dat is goed. In het boek Spreuken staat het zo. Het gedenken van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. Omdat dat gedenken uitkomt bij God. Die zelf gewerkt heeft in die rechtvaardige. Die zijn genade bewezen heeft in hem of haar. En zo mag door dit teken de herinnering aan Jozef en daardoor des te meer aan de Heere, de trouwe God van Jozef, voor het volk Israël tot zegen zijn. Tot zover wat het teken voor Israël betreft. Heeft het nu ook voor ons nu nog betekenis? Het gaat vanavond vanuit deze geschiedenis, dat zul je wel begrijpen, niet om de plaats van begraven. Jozef wilde niet in Egypte begraven worden, maar in Kanaan, waar de toekomst van Israël lag. Dat was voor hem van groot belang. In het door God beloofde land. Daar wilde hij dat zijn gebeente zou rusten. Net als van zijn vader Jacob. Maar voor ons is die plaats van ondergeschikt belang, lijkt me. Nee, het gaat vanavond om de vraag of wij op onze reis door het leven ook tekenen met ons meedragen. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Of we ons bewust zijn als leden van de christelijke gemeente dat we bepaalde tekenen bij ons dragen. Die ons doen denken aan Gods beloften. En of wij op die tekenen letten. Of we er moed en kracht uit putten op onze reis door het leven. Wat bedoel ik dan? Wat dragen wij met ons mee? Om te beginnen dragen wij het woord van God bij ons. Dat staat toch centraal in de christelijke gemeente? Het woord van de levende God. Enerzijds confronteert ons dat met de gebrokenheid van ons menselijke bestaan. Met de vergankelijkheid van ons leven. Omdat wij in Adam zijn afgevallen van God. Gezondigd hebben. En daarom sterfelijke mensen zijn geworden. Zoals ook die kist met dat gebeente van Jozef de mensen eraan herinnerde dat ieder mens sterven moet. En dat geldt niet alleen oude mensen. Ook jongere mensen of kinderen kunnen sterven. Baby's zelfs. Daar zijn we in Groot-Ammers al heel wat keren bij bepaald. Wat een ontzettend verdriet. En wat blijven die wonden schrijnen. Maar om verder te gaan met wat Gods woord dat we bij ons dragen
nog meer zegt, het staat tegelijk vol met beloften. Beloften van de Heere God, die met zondige, in zichzelf verloren mensen een verbond wilde sluiten. Het verbond van zijn genade door Jezus Christus. En die in zijn woord belooft dat ieder die in hem, in zijn enig geboren zoon gelooft, eeuwig leven heeft. Het is het woord van de Heere die zijn volk, al degenen die zalig zullen worden, uitleidt uit het geestelijke slavenhuis van Egypte. En die ze brengt in het hemelse Kanaan. Ze moeten wel de reis maken door deze aardse woestijn, maar op zijn tijd en wijze zal hij ze doen aankomen in dat beloofde land, in de eeuwige rust. Over dat met ons meedragen van Gods woord vond ik nog iets moois vanuit het godsdienstige leven van de Joden. Wist je dat in de Joodse synagoge de kist of de kast waarin ze de woorden van God bewaren, de Torah-rollen, ook een ark heet met datzelfde Hebreeuwse woord Aaron HaKodesh, heilige ark. Dat is ook weer niet zo vreemd als we bedenken dat in de gouden ark van God, in de tabernakel, ook Gods woorden bewaard werden. De 10 woorden geschreven op de 2 stenen tafelen. Maar wat is nu voor ons het belangrijkste in dat woord van de Heere dat we meedragen? Het gaat om hem die zelf, het woord wordt genoemd. Het woord dat vlees, dat mens is geworden en onder mensen heeft gewoond. Jezus Christus, hij is de meerdere Jozef. Het hele woord van de Heere is één en al teken om ons te laten weten, ons voor het eerst te laten ontdekken en vervolgens ons steeds weer eraan te herinneren dat Jezus Christus zijn leven gaf in de dood om een groot volk in het leven te houden. Heb jij dat al ontdekt? Heb je zo het woord van de Heere al gehoord? En geloof je dat hij ook jou eeuwig leven geeft? Als je gelooft in Jezus, de Zoon van God? Nog niet? Dan hoop ik dat je vanavond, 5 augustus 2018, dat ontdekt. Dat de Heer je door zijn geest laat zien dat Jezus zijn leven gaf om jou in het leven te behouden. En u en mij, ons allen. Want als je dat niet gelooft, heb je geen toekomst. Ik moet nog duidelijker zeggen, dan is je toekomst een eeuwige nacht. Buitenste duisternis. Dat is verschrikkelijk. Eeuwig buiten God, verloren. God bewaar ons daarvoor. God heeft echter nog meer aan ons gegeven dan alleen zijn woord. Het zal je niet verrassen, denk ik. Als ik nu ook de zichtbare tekenen noem die de Heere ons bij zijn woord gegeven heeft. De 2 sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal. Als ik die kist met het gebeente van Jozef een verbondsteken noemde,
dan denk je toch onwillekeurig aan het teken van Gods verbond. Dat iedereen mag dragen die gedoopt is. Wel niet duidelijk zichtbaar, letterlijk op ons voorhoofd. Maar het is wel een teken dat daar ooit is aangebracht. Als een bezegeling van Gods verbond van genade. Door Jezus Christus. Om ons te doen denken aan Gods belofte van redding. Van eeuwig behoud. Voor mensen zoals u, jij en ik. Mensen die in zonden zijn ontvangen en geboren. Die kinderen van de toren zijn. Zondaren die de Heere wil redden. Wil wassen in zijn bloed. Het bloed van Christus. En in wie de geest van God ook woont. Ik hoop dat je veel aan je doop denkt. En dan uiteraard aan wat het betekent om gedoopt te zijn. Gebracht te zijn binnen dat verbond van God. Niet voor niets wordt bij de doop een mooie doopkaart gegeven. Om je te helpen herinneren aan je doop. Ook al denk ik niet dat iedereen die ergens neerzet of ophangt. Denk veel aan de rijke betekenis van je doop. Iemand heeft eens gezegd, leer het volk zijn doop verstaan en het is behouden. Bovendien denk ik naast dat teken van de doop aan die andere zichtbare tekenen die de Heere geeft als het heilig avondmaal wordt gevierd. Ook dat zijn tekenen om ons te doen gedenken. Jezus zei, als je dit brood eet en deze beker drinkt, doe dat dan tot mijn gedachtenis. We gedenken dan de dood van de Heer Jezus. Zoals de beenderen van Jozef het volk deden denken aan de dood van hun redder, zo doen het brood en de wijn ons denken aan de dood van de redder met een hoofdletter. Jezus Christus. En het gedenken van deze rechtvaardige bij uitnemendheid zal het allermeest tot zegen zijn. Het zien en het gebruiken van die tekenen bij het avondmaal is bij uitstek bedoeld tot versterking van het geloof op de reis door het leven. Misschien is onze levensreis ook wel als een woestijnreis. Met allerlei omwegen, zoals ook het volk via omwegen geleid werd. Wat zul je allemaal nog meemaken? Wat komt er nog op je weg? Moeilijke dingen? De strijd met de boze die er alles aan doet dat u, jij en ik niet in dat beloofde land, in die eeuwige rust komen. Vanavond zeg ik, jullie en u, vanuit deze geschiedenis, let op. Kijk naar de tekenen van Christus. Hoor en geloof zijn woord. En denk aan Gods beloften. Gedaan bij de doop. Uit vrije liefde van God tot zondige mensen. Omwille van het werk van Jezus Christus. En bedenk als het heilig avondmaal wordt gevierd, wat Christus deed voor de verzoening van onze schuld. Wat hij volbracht toen hij stierf aan het kruis. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. De Heere geeft ons als tekenen zijn woord en de sacramenten. Sommigen gaan voor zichzelf daar nog iets verder in. Die dragen letterlijk een teken bij zich. Misschien jij ook wel of u. Sommigen dragen aan een ketting een kruisje.
als een verwijzing naar het kruis van Christus. Ook een teken, misschien voor u wel een geloofsteken. Je ziet ook wel de symbolen van geloof, hoop en liefde aan een ketting of aan een armband. Het kruis, het anker, het hart. Om telkens bij het zien daarvan te denken aan God, die door zijn Heilige Geest het geloof, die hoop en die liefde in ons geeft. Je kunt tegenwoordig ook op je computer of in je smartphone zorgen dat je elke dag, als je hem aanzet, een Bijbelwoord aangereikt krijgt. Een woord dat soms op zo'n dag een bijzondere waarde kan krijgen bij dingen die gebeuren. Een woord ook om gedurende die dag over na te denken. Dat kan trouwens evengoed met woorden die wij in onze Bijbel lezen, dagelijks, bijvoorbeeld bij de maaltijd of in een moment van stille tijd. Staan wij ervoor open? Gun je je de tijd om te luisteren naar woorden van God? Om te letten op de tekenen die Hij geeft? We gaan afronden. We zien dat er in die korte vermelding in Exodus 13 van het meenemen van de beenderen van Jozef ook voor ons nog een veelzeggende en rijke boodschap ligt. En wij mogen op onze reis door het leven telkens weer herinnerd worden aan wie Jezus Christus is en wat Hij heeft gedaan. Telkens horen we die boodschap, de boodschap van redding door Hem. En Hij laat het ook zien in de tekenen van de heilige doop en het heilig avondmaal. Geeft het u grote troost, omdat Hij dit deed ten behoeve van ons? Schep jij daar moed uit op je reis door de aardse woestijn? Een Schotse dominee schreef een gedicht en dat eindigt met deze strofe en daar eindig ik ook mee. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Amen.